Robin van Persie heeft dinsdag de groepstraining bij Feyenoord weer hervat. De aanvoerder ontbrak de laatste weken vanwege een spierblessure en wordt klaargestoomd voor de topper, Feyenoord PSV, komende zondag in de kuip. Jeremiah Sint-Justen en Louis Sinistera waren niet op het trainingscomplex van Feyenoord, omdat ze meespelen met jong Feyenoord, dat in Engeland tegen jong Sparta Praag speelt. Sint-Justen kan, nu zijn schorsing erop zit, zo weer wedstrijdritme opdoen. Bij Feyenoord is iedereen fit, alleen zou Ricciano Haps, die vandaag wel meetrainen, nog niet inzetbaar zijn tegen PSV. Van Bronkorst zal dus keuzes moeten maken tegen de kampioen en huidige koploper van Nederland. Blijft Nieuwkoop rechtsback nu Sint-Justen weer inzetbaar is? Speelt Kelvin Verdonk of Tyrone Malassia linksback? En wie moet plaatsmaken voor Robin van Persie? Wordt dat Jens Toornstra zondag nog de matchwinner tegen Groningen of Sam Larsson? Woensdag traint Feyenoord nog één keer open en daarna gaan de deuren op Rotterdam Zuid dicht.